Welkom bij deze nieuwe video van Trekpaardenwereld. Vandaag zijn de chalets voor jullie gereserveerd. Zullen we een kijkje nemen? Loop maar even mee. Oké, we gaan lekker met de golfkar, dan zijn we er gewoon snel. Stap maar in. Oké, daar gaan we. En er liggen allemaal blaadjes op de weg. Het is namelijk al herfst. En daarom is de camping ook vrij leeg. De wei is leeg. En de camping. Normaal in de zomer staat het hier helemaal vol met allemaal gezellige campinggasten. En ik mis ze wel hoor. En in de lente en in de zomer staan de merries met de veulens in de wei. En die is nu leeg, want ze staan lekker binnen, lekker warm. Oké. Oké, op plaats van bestemming. Hebben we Taos 1. Onze eerste groene chalet. Komen jullie mee een kijkje nemen? Zo. Terras. Onder de boom. Ja, nu is de boom een beetje bruin. Maar ja, wat heb je in de herfst? Zomers kun je hier lekker in de schaduw zitten. Uitzicht op de wei, op de merries. Met veulens. Gaan jullie mee naar binnen? Oké, kom binnen. We zijn nu dus in de Taos 1, in de woonkamer. Maar de woonkamer is gelijk ook de keuken. Dat heb je nou eenmaal in een chalet. Alles is lekker compact. In deze keuken heb je een magnetrolletje, je kan lekker koken. Je hebt zelfs een afwasmachine, lekker luxe voor op de camping. Dus na het eten kun je lekker op de bank gaan zitten na een lange dag op de camping. Alles met de paarden gedaan te hebben. Dan zet je misschien een filmpje aan op de tv of ja, gewoon lekker tv kijken. En daarna ga je natuurlijk naar bed. En dat kan hier in de tweepersoonskamer met de losse bedden. Kun je heerlijk in slapen. En naast de slaapkamer zit de badkamer. Met een douche, een toilet, een wastafel met een spiegel om je haar goed te doen. En neem ik jullie nu mee naar de master bedroom. Wat ben je nou aan het doen? Hey, ik ben een maskertje aan het doen. Dit is het peeling masker van de paardenmelkerij. Echt een aanrader. Leuk, ga ik ook eens proberen. Ja, misschien wel nu gelijk, want we zijn in de badkamer. Wasbak, daar is de douche. En dan hier het toilet, dat is makkelijk, lekkerder bij je bed. Dus dan kun je hier ook lekker slapen in de master bedroom. Dan gaan we nu naar de Tornado 1. Ja, dit is een echte paardencamping. Je komt ze overal tegen. Zo, en dan zijn we nu bij de Tornado. De sleutel zit al in het slot, dus we kunnen zo naar binnen. Hey Amy, ben je nou hier? Ja. Ik ben alle chalets even aan het uittesten. Ik ga namelijk samen met Guusje en Marlies een video opnemen waarin wij in een van onze chalets gaan overnachten. Deze video komt in januari online. Ik ben even aan het kijken in welk chalet we de video gaan opnemen. Oké, ik ben benieuwd. Ik ga zeker kijken. Maak ik eerst deze video af, dan vertel ik even over dit chalet. Ik sta nu namelijk in de keuken. En die is hier weer net als in die andere magnetronnetje en wasbak. Lekker koken. Daarnaast zijn twee slaapkamers met in allebei de kamers twee bedden. Dus dit is een zespersoonshuisje, want er is namelijk nog een bed, een tweepersoonsbed.
Dus 6 in totaal. Die is hier zo. Naast de tweepersoonskamer is ook de badkamer. Een douche, een toilet, een wastafel en natuurlijk een spiegel. Amy zit nu lekker op de bank om een boek te lezen, wat natuurlijk ook super leuk is. Ik hoop dat het over paarden is, want daar valt veel over te leren. Maar als je even geen zin hebt om te lezen, want je bent natuurlijk toch op vakantie bij ons, is er ook een tv en kun je lekker een film kijken, Netflixen of waar je dan ook maar zin in hebt. Oké, nu hebben jullie de chalets kunnen zien. De andere twee chalets zijn precies hetzelfde als de eerste twee. Dus de Tornado 1 is hetzelfde als de Tornado 2. De Taals 1 hetzelfde als de Taals 2. Ik ga zo meteen weer aan het werk, maar ik wilde jullie nog even bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen, een reactie achter te laten en te abonneren. Verder check een keer onze andere socials, Instagram, Facebook. En dan hoop ik jullie in een andere video nog een keer te zien. Doeg!